Een vrijgevochten vrouw uit 1815. Projecteren naar 2020 in een roman. Christine Hemrechts kan dat. Ik ben Emma. Zo heet je uh, nieuwe boek, Christine. Um, ik, ik zou zeggen, zo ziet de cover dat voilà, Dit is Emma uh, in 2020. Hè. Maar onderwijs ons eerst eens even, hè, want de Emma in 1815, dan spreken we over Emma Woodhouse ja. van Jane Austen. Ik, ik denk dat ik mag zeggen, een van de bekendste Emma's van de wereld geworden, in die. 200 jaar. Ja, en in, in België is het een hele populaire naam ook, Emma. Mm -hmm. Maar goed, dus ik hoop dat alle Emmas dit boek gaan kopen, uiteraard. Maar, bon. uh, maar het, is het uitgangspunt van Jane Austen was... Van, kijk, uh, zij leefde in een tijd waar eigenlijk het beroep voor vrouwen was... om te, om te huwen in een bepaalde klasse, hè, eigenlijk... Kon een vrouw geen beroep uitoefenen, maar wat ze wel kon doen was met een man trouwen die haar vervolgens zou onderhouden. Dus dat was eigenlijk het beroep van een vrouw in die, in die klasse. En Jane Olsen zelf is nooit getrouwd. Ze heeft huwelijksaanzoeken gekregen. Ze heeft er eentje ooit aanvaard voor een avond. de volgende dag is ze gedacht: nee, nee, daar doe ik niet aan mee. Uh, en ze heeft dan bedacht, kijk, ik ga, ik ga een personage neerzetten. Andere mensen gaan misschien niet van haar houden, ik wel. Ze is heel eigen gereid. ze heeft een beetje te veel zelfvertrouwen. En zij beslist van, kijk, het huwelijk is misschien voor andere mensen, maar ik doe daar niet aan mee. Uh, ik sta daar boven. Ik heb dat niet nodig. Want ik, ik heb genoeg centen via mijn vader. Ik heb bezigheden. Mijn leven is compleet. Wat, wat zou ik kunnen winnen met het huwelijk? Wat in die tijd toch wel een, een behoorlijk rebels-eigenrijd. Een beetje revolutionair toch wel? De Emma, oh, de Emma uit uh, 1850. En, 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 en zo begint dat verhaal: Emma Woodhouse, handsome, clever and rich, et cetera. Bon, en zij staat zo'n beetje boven de gewone mensheid. De gewone mensheid die wel gaat trouwen, hm. zij niet. Maar zij gaat huwelijken voor anderen, een beetje als een god hè, die de marionetjes zo'n beetje aan touwtjes laat bengelen. Koppelaarster. Voilà. En natuurlijk, zoals dat gaat, je hebt zo de heldin die overmoed heeft. In een, in een roman, als je overmoed hebt, ook in een tragedie, dan, dan kom je te val. Dus ze valt niet heel hard, maar ze, ze valt wel een beetje. Dus ze moet door een louteringsproces. Ik ja. begrijp intussen helemaal waarom jij er iets mee wilde doen, eigenlijk. <laughs> ja. Maar ja. Je dat ik ook te val moet komen. <laughs> maar nee, maar het, het grappige is, ik was, ik was erg geprikkeld. Ik had eigenlijk voor Clara. Uh, Jullie Clara, had ik reportages gemaakt mm -hmm. samen met Philip Feiten en Olly Smit en Annick Lessage over uh, Jane Austen. Dus ik was mij weer helemaal gaan inlezen in Jane Austen. Ik dacht, maar potverdorie, dat is toch een ongelooflijk getalenteerde schrijfster? Wat een intelligente vrouw. Was mij... als u, precies zoals ik vond, voilà, je zegt het. <laughs> en, uh, ik stel me altijd Jane Austen voor als iemand die eigenlijk omringd was door taterende mensen op theekrantjes. En, en zij, in mijn. Mijn idee, zij zei zelf niet veel. Zij, zij luisterde en zij zoog dat allemaal op. Zij hoorde dat, ze ergde zich daaraan. En dan ging ze aan haar schrijftafel zitten en ze creëerde personages en scènes en ze zette eigenlijk al die wensen een beetje voor schut. He, dat, 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 zo, zo zie ik haar eigenlijk, want... Ze heeft liefdesverhalen neergezet, maar eigenlijk heeft zij vooral een beetje social comedy gedaan. Zij heeft eigenlijk heel die, die Britse maatschappij, waar enorm veel belang werd gehecht aan status, aan geld, aan bezit, dat, ja, dat laat zij zien, ook de, de hypocrisie in die, in die maatschappij. Ja. En dat doet zij schitterend. Dus ik wou ik, ik okay. er eigenlijk mee aan ja, of, ja, goed. En dan neem jij die Emma ja. mee naar 2020. De Emma die we daarnet op de, op de cover van je boek zagen. Ja. Maar wat was, dan, wat was dan het plan? Uh, ja, dat, dat is heel raar. Als, als schrijver krijg je soms zo, zo, zo ja, een, een idee. En dat laat je dan niet los. En dan denk want het was. Ik moet bekennen, het was. Heel moeilijk. Het is net een puzzel die je moet oplossen, zo'n moeilijke sudoku. Hè. Hoe, hoe kan ik dat vertaald krijgen? Want er zijn zoveel dingen... Bijvoorbeeld in Jane tijd, als die personages één mijl moeten afleggen, dat, dat is vaak een heel gedoe, want is er wel een koets? Gaat het niet regenen? Ga je niet nat worden? Ga je niet koud krijgen? Nee, dus, gemakkelijks. Die kunnen zo tutten over één kilometer afleggen. Ja, alle, alles moet gaan per brief, er is geen telefoon, er is geen internet. Dus dat maakt het vandaag al zo... Anders, ja. Um, en ook wat heel moeilijk was, dat Jane Austen, die schrijft niet over seks. Dus Jane Austen die zegt gewoon dat Emma zegt, besluit, ik ga niet trouwen. Maar ja, als je vandaag zegt, ik ga niet trouwen, dan denk je, oh ja, oké, okay, je gaat niet trouwen, je gaat samenwonen met iemand. Of je gaat iedere dag met iemand anders iets hebben. Of je gaat de ene dag hetero zijn, de volgende dag homo. Of je bent transgender, of je bent, weet ik veel, non-binary. Er zijn zoveel mogelijkheden, ja. Mm -hmm. En ook, zij kan dan zeggen op een bepaald moment, dus die Emma is het hele roman lang, heeft zij, zegt ze nee, ik hoef geen man, ik wil, geen, ik wil niet trouwen. En dan plotseling krijgt ze een huwelijksaanzoek, ze aanvaardt dat huwelijksaanzoek van een man die dan nog eens 16 jaar ouder is, en dan, dan, dan gaat ze daarmee trouwen. Ja, nou, Jane, Jane Austen moet zich niet de vraag stellen... Ja, oké, okay, wat gebeurt er dan als die twee mensen moeten gaan seks hebben? He, dat, mm -hmm. dat, dat blijft buiten beeld bij Jane Austen. Maar dat kan maar, je vandaag als schrijver ook niet meer nee, doen. Nee, maar net, wat, wat heb, je dan moeten, heb je dan moeten kiezen tussen de, de maatschappelijke thema's van vandaag om dat boek te vullen? Wel, of wat heb je uh, gedaan? Maar ik heb het vertaald naar vandaag. En wat bij, in, in Emma heel erg speelt, is het, het verschil tussen de sociale klassen. Dat is eigenlijk mm -hmm. heel heel belangrijk. En wat bij, bij Genosen is er een soort van overtuiging: dat als je behoort tot de hogere klasse, dan komt dat omdat God dat eigenlijk gewild heeft. Dat Jij, ja. jij bent in eigenlijk inherent superieur aan het, aan het plebs. Ze noemen dat de God-given order. Mm -hmm. God heeft dat gewild Dat jij tot de upper class behoort. En de lower class, ja, dat, die zijn gewoon minder waardig. Die, die kunnen dat niet helpen. En wat is dat vandaag? Wel, En dat kon ik natuurlijk onmogelijk overnemen. Dan heb ik dat vertaald naar, naar racisme. Ja. ja. Wel, ik dus... heb, want ik 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 als je Jane Austen bekijkt, kom je in sociale komedie, hè? zo ja. wordt dat genoemd. Maar als ik dan jou lees, dan moet ik toch denken, ja, hemrechts kan niet zonder de maatschappelijke issues die, die echt pijn doen. Maar je, mij, je ja, zegt dan net alsof het een soort van mijn probleem is. Nee. Waarom kan jij nou eens niet <laughs> Nee, maar ik vind dat... Nee, nee, het, is geen verwijt, het is geen verwijt, maar Lees, ik heb je gevraagd, hè, want dat is een passage die nogal... Het is een enfin, dat, Ja, dat komt gewoon hard binnen, dat is wat ik bedoel. Maar Lees, dat stukje eens. Het, ik, intro, ja, maar ik wilde het wel zeggen heel duidelijk over waar zeggen. Waarover het gaat, hè? Ja, dus Emma wil... Een, en ze heeft een, een zwart stiefzusje en ik benadruk dus, want soms zeggen ze blak en die mensen zijn lekker. Meghan Markle wordt black genoemd. Ik denk, die is helemaal niet black. Maar deze is werkelijk black. Ze is echt zwart. Ze heeft een zwart stiefzusje en zij is erg gewicht. En ze, ze wil dat zwarte stiefzusje koppelen aan haar buurman, een architect, Gabriel. Ja, en ze mm -hmm. denkt dat dat allemaal goed gaat verlopen. En dan, wanneer die Gabriel beseft wat Emma haar plannen zijn, dan zegt hij dit. En ik, ik kan zeggen, eigenlijk heb ik dit niet bedacht. Iemand die ik ken heeft dit gezegd over Afrikaanse mensen. Dus net zoals Jane Austen luister ik ook naar wat mijn medemensen allemaal zeggen. Ah, dus het komt, dit komt, wat je nu gaat lezen, komt uit jouw realiteit. Dat, dat komt uit de mond van iemand die ik ja. had ontmoet, een buschauffeur. Uh, dus Emma zegt: wat betekent Malika voor jou? He, dat is dat stiefzusje. Niets. Voor een Afrikaanse valt ze mee. Ja, het is heel erg wat ik ga lezen, maar het is dus een personage. Er lopen hier de laatste tijd zoveel Afrikaanse vrouwen rond, meestal met een buggy, met een kind erin. Of met twee kinderen. En ze dragen van die afreuze leggings, waar ze veel te dik voor zijn. Ik ben nog nooit in Afrika geweest, ik weet niet hoe de vrouwen daar zijn. Misschien houden ze de betere exemplaren voor zich en sturen ze de rommel naar hier. Ja, dat zegt onze Gabriel. Mm. En dan heeft hij iets wat verder ook over de, de Congo-bus. Dus, ik had ook nog nooit over de Congobus ge, gehoord, maar dus, dat zijn de bussen in het Brusselse vol met Afrikanen. Onze mensen nemen die niet meer, die durven dat niet. Te veel is te veel, Emma. Nou, dan moet je toch zeggen dat je dat vaak in hele debat over migranten etcetera, hoort. Hè. Te veel is te veel. Dat, dat, is, dat is vies om dat te lezen. Is dat, ik, ik vroeg me af is dat te verenigen, want als je het... Eh... Begrijpt als een sociale komedie, uh, de Emma van, van Jane Austen, is dat te verenigen met, met de maatschappelijke. Issues van vandaag. Want dat is hard als je dat leest, hè? zoals je het beschrijft, zeker als je zegt het komt naar oh, de eigen in, realiteit. In, in Emma van Jane Austen staan er ook wel hele harde dingen. Op een bepaald moment heeft ze het dan over de ontdekt ze dat, dat de, de, de wederhelft van die Malika, het equivalent van die Malika, dat die eigenlijk een, een bastaardkind is. En dan heeft, schrijft ze dat dat de steen of illegitimacy is. Dus dat is een, een, een vlek, een schandevlek. Begrijp je dus ook in, in, in Jane Austens werk? is dat op een bepaald moment zeer hard, als het erop aankomt, van jouw klasse, jouw status, jouw bezit, jouw geld af te schermen. Maar ik vind het vreemd dat je zo net doet van... Oh, wat vreemd, maar... Nee, ik zeg niet eens vreemd. Ik merk het is vreemd. heel erg dat als het aankomt op, het, op alle niveaus, op het afschermen van de grenzen van Europa, het afschermen van de grenzen van België, van Vlaanderen, binnen een familie, het, het sluiten van de rangen, het, het bezit... Als, als het gaat over geld, ja, dan, dan zie je de echte gezichten van de mensen. En dat vind ik zo, zo boeiend ook aan Genoosten, Dat zij, het is social comedy, maar ze, ze toont dus waartoe mensen zich allemaal vaak verlagen en hoe ze gaan kronkelen mm -hmm. om hun besteed, om hun positie te, te beschermen. En in, en in dat opzicht is die Emma van Genoosten Oosten nog, nog zo actueel. Mm -hmm. en, en dat maakt dat die, dat die bewerking. Die puzzel was moeilijk om te leggen, maar eigenlijk die relaties tussen de mensen en wat, wat hen stuurt en wat ze willen bereiken. En, 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 en ja, vaak hun, hun, hun lelijkheid en kleinheid. Dat, helaas is dat onveranderd. Hm. Het is wel spijtig dat we eigenlijk ten gronde niet veel veranderd zijn dan. Mijn moeder nou zou nu zeggen: nil novi sub sole. En dat wil zeggen, er is niets, niks nieuws onder de zon. Mm -hmm. nee, maar als het gaat nee, maar... over racisme enzovoort, met de weg die wij we hebben afgelegd, fundamentele rechten, het bestrijden van racisme en zo, is het wel schokkend om vast te stellen dat het nog altijd aanwezig is, of in sommige midden misschien nog meer dan vroeger? Wel, weet je. Soms, er is ook een passage waarin Malika dan van haar fiets wordt gerukt en dan op een bepaald moment wordt die fiets in het water gegooid. En dan zeggen ze van ja, ga er maar achteraan, want hè, negers kunnen toch wel zwemmen, maar ze kunnen niet fietsen. Dat is een hele akelige passage. En ergens als schrijver kan je je schuldig voelen, of verand... want ja, dat komt dan uit mijn pen. Dus dan denk mm -hmm. ik, heb ik nu een twisted mind dat ik dat schrijf? En dan las ik uh, wat er tegen die arme Sandy Dia werd gezegd in, in die studentenclub. En dan, dan dacht ik, en dan werd ook gezegd van, tegen hem van, ja, jij moet de boel hier opruimen, want negers moeten werken voor, voor de blanken. Als ik dat las, dan denk ik, oh my god, en dan, dan, dan zag ik, nee, ik, ik, heb, ik heb niet over, overdreven. Dus ik denk juist, want inderdaad, ik ben het met je eens dat we zouden hopen dat, dat we dat gehad hebben, dat dat niet meer nodig is. Maar ik denk juist, terwijl ik dat aan het redigeren was, dan, en dan brak heel die. Uh, Black Lives Matter, dan die vreselijke beelden van, van, van die uh, zwarte man die, die, met die knie die vermoord eigenlijk wordt. Een hele situatie rond zanda Ook hoe die, die arme Slovaak werd behandeld. Om een of andere reden dat Belgen zich dan superieur voelen aan, aan de Slovaak. Dus het, het bestaat naast elkaar. Het bestaat naast elkaar dat er een enorm bewustzijn is van ja. Het is belangrijk dat mensen gelijk zijn. We moeten niet doen aan die mensenrechten. En daarnaast is, is er eigenlijk nog altijd een woed, dat racisme. Ik, 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 ik kijk ja, nog. met afreizen uit naar, naar 6 december, want heel dat Zwarte Pieten-ding gaat weer beginnen. Nou ja, goed. Nee, je hebt nog materiaal genoeg, dacht ik net te zeggen. Het is, uh, je zal nog wel wat uh, kunnen schrijven. Maar denk ik. tegelijkertijd wil ik ook wel zeggen: ik vind het heel vaak een grappig boek. Juist die social nee. comedy zit er ook. Oh. En, dus toen ik het nalas, moest ik er zelf ik moest er heel hard op lachen. Dus de mensen zullen zich ook wel een beetje gelukkig voelen hè, als ze het gelezen hebben. We gaan het zeker lezen. En ik ga zeggen, happy end. Ja, dat is goed.